Ja, nou, dat wordt je door eerst maar eens met de regelcommissaris 1 te beginnen. En dat is dus een tweedaagse cursus waar je voornamelijk de basisregels eventjes op ingaat. Dan ga je in op de basisregels en je leert buiten hoe je met bepaalde situaties in de baan omgaat. En dan hopen we altijd maar dat de mensen geënthousiasmeerd zijn door ons en door willen gaan naar regelcommissaris 2. Als je dat hebt gehaald met een goed resultaat, dan zal de NGF contact met je opnemen. Dan kan, moet ik zeggen, de NGF contact met je opnemen om te vragen of je het misschien leuk vindt om assistentreferie te worden. Dan ben je een aantal jaar referee, regio-referee noemen we dat. En op een gegeven moment zien ze blijkbaar toch iets in je. En ik ben dan gevraagd voor de wedstrijdcommissie. En een onderdeel van de wedstrijdcommissie om daarin te komen is dat je dus nog een extra cursus moet gaan doen. En die is in Schotland. En als je daar naartoe gaat en dat weer goed behaalt met een goede score, ja, dan mag je dus toetreden tot die commissie en ben je dus nationaal referee geworden. Het leuke is dat je goed golf ziet. Je ziet goed golf. Je kunt de spelers helpen als ze met problemen zitten. Je bent op een mooie omgeving. Je bent veel buiten. Hè? En wij zeggen ook wel eens, ja, er moet ook soms wel een beetje iets. Ja, mis is misschien een groot woord. Maar er moet wel iets met je zijn waardoor je dat leuk vindt. Want je bent wel hele dagen buiten. En met hele dagen buiten betekent soms van, ja, 8 tot 8. Dus het zijn lange dagen die je maakt. Het leuke daarna is, hè, je staat via een portofoon sta je in contact met je collega's. Dus je hoort wel wat er gebeurt. En naderhand ben je met elkaar over die regels, wat er gebeurd is, aan het praten. Heb met elkaar lekker nog een diner. En ja, en dat zijn dan wel de incentives van de dag, zal ik maar zeggen. Hè, om dat dan weer door te nemen. Vaak zijn we met een groepje van een man of 6, 7. En bevolken we de hele baan. Ieder krijgt zijn plekje in de baan. Waar die dus de tijden. Want het is niet alleen maar. Denk nou niet dat we alleen maar met regels bezig zijn. Want het merendeel van de tijd zijn we eigenlijk bezig met kijken of de spelers op tijd lopen. Dat ze niet te ver achterlopen. Dat we ze een beetje moeten aanmoedigen om door te lopen. Dus dat zijn wel ook zaken die ook wel van belang zijn. Dus dat betekent dat je het ook op een nette manier aan mensen moet vragen of ze dat willen doen. Ja, dat was sowieso een hele leuke ervaring om dat te doen. Hè. En dan zit je in één keer in een toch wel internationale omgeving met ja, echt allemaal golfprofessionals. In dit geval dames. Dat was echt een hele leuke sfeer. Ook, we werden meteen opgenomen in het referee-team van de tour zelf. Ja, dat was een superleuke ervaring. Vooral omdat daar natuurlijk nog meer, ja, publiek op afkomt dan op wedstrijden die bij de NGF plaatsvinden. Nee, niet zozeer. Want daar gaat het om het precies hetzelfde. Bij amateurgolfers gaat het dan niet om geld, maar wel om bijvoorbeeld een plek in de selectie of misschien wel een eerste, tweede of derde plek. Hè, toch wel een belangrijk iets. Terwijl bij professionele golfers het natuurlijk ook echt om geld gaat. En daarom willen zij dus ook geen fouten maken. Dus zij zullen je ook bij, als zij niet zeker zijn van een bepaalde situatie, zullen ze je erbij halen. Bij de tour komen ze al, ik zou bijna zeggen maanden van tevoren om dingen te regelen. Zelf als wedstrijdleider ga je een week of 6 van tevoren ga je naar zo'n club toe om met de greenkeeper en met de manager of de baanmanager of de baancommissie te bespreken wat er nog moet gebeuren voordat dat toernooi plaatsvindt. Hè? Dan misschien dat er paaltjes bij moeten. Je gaat dan echt door de baan heen. Je gaat alle hoeken en gaten wil je zien. En dan kun je zien van oké, daar moet een bepaald soort gras misschien wat hoger of lager zijn. En dat soort zaken bespreek je met elkaar. En dan gedurende die tijd heb je contact met elkaar of dat gebeurt of dat er plotseling misschien onverwachte zaken gebeuren. Hè? Het kan zomaar gebeuren dat een paar dagen voor de wedstrijd begint, dat er in één keer dassenschade ontstaat. En dan moeten wij als wedstrijdleider weten, omdat je dan ja, daar een local rule van moet maken.
zodat mensen daar relief van kunnen krijgen. Het moment dat je daar plotseling voor komt te staan, als je met die wedstrijd in één keer bezig bent, dat is heel vervelend. Dus de dag voordat de wedstrijd begint, ga je nog een keertje de baan door of er nog bijzondere zaken zijn. Ja, en dan 's ochtends gaan er twee referees de baan in om de setup te doen. Die gaan dus onder andere de teammarkers neerzetten. En kijken of de pins op de juiste plek staan. Maar ondertussen kijken ze ook rond om te zien of er misschien nog op dat moment bijzondere zaken zijn. En dan zou je weer over kraaienschade of de missen paaltjes of er moet toch ergens geur komen. En dan kun je dat als wedstrijdleider nog even voordat de wedstrijd start nog allemaal zorgen dat je dat met de greenkeepers kunt regelen. Dat zij nog daar iets voor gaan doen. Hey, je kunt je voorstellen dat de referee die met de setup bezig is zegt van joh, op hole 6... Ik heb daar een bepaalde plek waar die moet staan, maar die klopt niet. Dat je dan nog eventjes met dat er dan nog met de greenkeepers gebeld kan worden, dat die nog even gaan kijken om te zorgen dat er op de juiste plek wel de hole komt te staan. Zodat de spelers, die krijgen allemaal pinsheets, dat ze weten waar de pins staan, dat het niet in één keer verkeerd is. En dat zijn dus de dingen die je doet voordat de wedstrijd begint. Je moet een goede score hebben op je RC2, richtcommissaris 2. Maar je moet ook een bepaald type persoon zijn. En je moet toch ook wel enthousiast worden van regels. He, dat je met elkaar... je hoeft het niet altijd eens te zijn met elkaar. Maar het is de discussie die je dan hebt om uiteindelijk tot het antwoord te komen. En dat moet je leuk vinden. Dit weekend hebben we weer een RC1 gehad. En een van onze dingen was echt om mensen te enthousiasmeren om met die regels te gaan werken. En ja, weet je, je moet misschien een beetje gek zijn, maar het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk.